Uh, nou, nee, we hebben in Nederland natuurlijk een heel, heel goed uh, innovatiesysteem. We hebben bedrijven als ASML. En we hebben dus enorm veel potentie. En dat, dat is eigenlijk ook de boodschap die uitkomt in het, uh, het McKinsey-rapport dat gisteren is gelanceerd. Ja. Er is enorme potentie. En alleen we moeten, uh, moeten veel meer doen om die potentie waar te maken. En, uh, en zoals laatst ook in een, uh, in een interview met uh, de oprichter van uh, Molly, waar hij aangeeft: uh, ja, het is, meer, um, het is eigenlijk. Desondanks dat hier gewoon heel, heel succesvolle ondernemers zijn, dan, uh, dan dankzij. En wij zijn meer van de dankzij. Dus wij willen proberen een omgeving te creëren. Ja. samen met de overheid. zodat het, uh, dat je hier goed kan ondernemen. en dat hier innovaties in al die belangrijke gebieden. zoals de voedseltransitie en de toekomstige chipindustrie en dergelijke. dat die ook uh, naar de markt gaan en hier succesvolle bedrijven vormen. Ja, we hebben het hier vooral ook over start-ups, zal ik maar zeggen. We doen nog best uh, goed mee in de top 3, 4 uh, van de wereld, zal ik maar zeggen. Maar als we niet snel iets doen, dan gaan we echt achterlopen. Dat is toch de boodschap? Ja, de, de boodschap is eigenlijk dat we al zes jaar lang echt vragen om een aantal beleidsmaatregelen. die, die wel genomen zijn in landen als Frankrijk en in, in, in Engeland. En dan heb je ook gezien hoe Londen enorm vooruitgegaan is. als het gaat om, om tech, in biotech, maar ook in, in AI en dat soort van basistechnologieën. Ja. En, en die kansen die hebben we eigenlijk laten liggen, terwijl we wel hebben gezien wat nodig was. En daar en zijn we dus. Al, daar hebben we het al langer over. Dus ik denk dat sommige mensen ook denken, kom -ie ja. uh, <laughs> en, komt hij weer. En dat voelen wij ook wel eens. Denken we, ja, het is toch, uh, waarom moeten we iedere keer aan diezelfde bel trekken? Het zou mooi zijn als we, als we al een stuk verder waren. Ja, is de bel al versleten? Of, uh... nou, de, de belluider die begint langzaam wel wat slijtages te vertonen. <laughs> we moeten praten vanuit en Welkom bij Sven Ja. Uh, maakt u zo weinig indruk dan dat u het telkens opnieuw moet zeggen? Dat, uh, ja, misschien wel. Nou, misschien zijn er heel veel mensen die aan bellen luiden. En we hebben natuurlijk wel uh, te maken met heel veel crisis op het moment. En, en ik wil ook niet zeggen dat er echt een crisis is. Ik denk dat we. Het gaat er vooral om. Dat als je ook als vanuit, vanuit de overheid of vanuit de regering bepaalde ambities neerlegt, dan is bij ons de vraag bij TechLeap: van wat, uh, ja, hoe dan? Hoe ga je dat uitvoeren? En, en daar zit een belangrijk deel van, ik denk, van de uitdaging. Ja. Je kan wel heel veel geld stoppen in, uh, in, in, in onderzoek en in het systeem, maar je wil uiteindelijk uh, dat dat, uh, daar heb je ondernemers voor nodig die, uh, die die innovaties dan ook naar de markt brengen. Ja. En, om dat effectief te doen, daar zijn we nog niet zo goed in. Laten we even uh, de zaken concreet maken. Want het gaat hier om uh, start-up bedrijven. Uh, dus dat zijn over het algemeen uh, jonge uh, ondernemers met uh, uh, fantastische ideeën die niet altijd tot wasdom komen. Het die... zijn jonge bedrijven, maar het zijn niet altijd jonge ondernemers. Nee, het nou zijn ja, nou be jonge bedrijven. Ja, daar ja, nou ja, goed. Uh, 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 was dat een belediging aan uw adres? Of wat? <t> 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 nou, ik schat mezelf altijd wat jonger in. Maar uh, nee, het is vooral dat je ziet ook in echt die deep tech. Met de chips-technologie. Er zijn vaak ook mensen met een achtergrond in bedrijven als ASML. En, uh, en dat zijn vaak oudere, uh, oudere ondernemers. Dus het is ja. niet dat beeld van. Uh, uh, dat je uit de universiteit uh, met een uh, met, met cappuccino- of latte drinkende uh, start-ups te maken hebt. Dat is, uh, dat is absoluut niet. Uh, nee, niet maar, maar het zijn wel het. jonge ondernemingen. Ja. Uh, ja. Laat ik het dan zo zeggen. En die zijn op zoek naar geld en naar mensen. Ja. Uh, en uh, dat geld is een probleem. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Maar de mensen zijn ook een probleem. Dat, daar hebben alle sectoren zo ongeveer last van. Ja. Maar in dit geval extra, omdat een start-up uh, zijn mensen over het algemeen nog niet uh, volledig kan betalen. Dus moeten ze dat op een andere manier oplossen, bijvoorbeeld door het uit Schrijven van aandelen in het bedrijf, dan is zo iemand ook meteen mede-eigenaar van zo'n onderneming. Ja. Dan wel een optieregeling. En daar gaat het dan mis in Nederland ten opzichte van andere landen, want wij hebben strengere belastingregels. Zo vat ik het goed samen, toch? Nou, niet alleen strengere. We hebben, uh, het is zeker zo dat je. Ze dus betaalt meer belasting hier. Dat klopt. Omdat je, het wordt als inkomsten gezien. Terwijl het uh, voor de, de, de eigenaar van de onderneming. of de investeerders in de onderneming. is het vermogen. Dus je valt in een andere. Uh, in, 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 in box 1. Yeah. En uh, dus er wordt heel veel belasting gegeven over een salariscomponent. die heel.